Hallo schapgelingertjes van Justus Perkamentus en welkom bij een gloednieuwe video op ons kanaal. Dit is nummer 3 uit de serie. We gaan namelijk deze aflevering de Hoenn soundtracks bekijken en wat mijn top 10 daarvan is. Zoals dat ik bij de vorige aflevering heb gezegd, dit is totaal mijn mening. Mocht je het er niet mee eens zijn, is dat echt niet erg. Maar laat jouw mening dan even achter in de reactie, zodat ik kan zien wat jij nou de top 10 vetste liedjes van de Hoenn games vindt. Laten we starten met een nummer 10. Nummer 10 is Traveling to Outer Space. Dit is natuurlijk wel een nieuw liedje die pas in Alpha Sapphire en Omega Ruby is gekomen. Want dit is namelijk van de Delta episode dat je op Rayquaza's rug de ruimte invliegt en tegen deeltjes gaat vechten. Ik vind dit echt een heel cool liedje. Ik vind het heel vet bedacht. En daarom is dit mijn nummer 10. Op nummer 9 staat Mount Chimney. Ik heb Mount Chimney als nummer 9 gekozen omdat ik het eigenlijk bij de eerste games, dus Ruby, Sapphire en Emerald, al een vet liedje vond. Maar wat ze ermee hebben gedaan met Omega Ruby en Alpha Sapphire, vind ik fantastisch. Het geeft gewoon een leuk gevoel als je in die berg bent. Nummer 8 is Route 113. Ik heb Route 113 gekozen als nummer 8 omdat ik dit altijd een hele vette route vind. Het is speciaal, weet je, met het as dat iedereen herkent deze route omdat die anders is dan anderen. Ook moet ik altijd denken aan de Pokémon Skarmory omdat je die hier best wel vaak tegenkomt. Dus daarom heb ik deze gekozen als nummertje 8. Op nummer 7 staat Route 110. Ook deze route vind ik fantastisch. Als ik deze route betreed, dan denk ik echt van, zo, dit is zo vet. Dat heb ik trouwens bijna bij elk liedje van de Hoenn games. Als ik een top 10 van alle liedjes van Pokémon zou moeten doen, zouden alle 10 Hoenn liedjes zijn. En ik vind dit ook weer zo'n vet liedje dat hij daarom in deze lijst staat. Op nummer 6 staat Wild Pokémon. Ik heb deze Pokémon liedje gekozen omdat ik de Wild Pokémon van Hoenn altijd zo vet vind. Het is gewoon bij elke Pokémon denk ik van, oh yeah, weer dit muziekje. Veel beter dan eigenlijk van elke andere game. Ook al is het van Kanto of Johto wat eventueel nostalgische herinneringen heeft. Toch vind ik deze wel ver uit het vet. Nummer 5 is Paddleburg City. Je zou dit toch horen als je gewoon bij de eerste gym van je spel bent en je hebt het spel nog nooit eerder gespeeld. Dan denk je van, yeah, wat is dit voor vette muziek. Dit is ook de hoofdstad van Hoenn. En ik vind dat de hoofdstad van Hoenn een hele mooie tune heeft gekregen. Op nummer 4 staat Slateport City. Ik denk dat heel veel mensen Slateport City gewoon een hele vette tune vindt. Ook om, je bent daar ook weer een hele tijd, dus je hoort het liedje ook gewoon heel lang. Als je de stad inloopt, ja, dan meteen een goed gevoel. Het moet me ook een beetje denken aan kerst, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind echt dat het zo'n kersttune heeft. Met die bells. Dus ik vind dit echt een hele vette song en daarom staat hij ook in deze lijst. Op nummertje 3 staat Route 123. Route 123 heeft zo'n vet muziekje en ik vind dit een vet muziekje omdat dit eigenlijk mij moet denken aan Omega Ruby en Alpha Sapphire.
het echt beginstukje. Je ziet eerst hoe het eruit zag op Ruby, Sapphire en Emerald. Dat je Professor Bird daar zo ziet staan. En dan opeens zoomt hij uit van zo'n Dexnav of zo. En dan zoom je zo in de echte wereld. Dat je al in die truck, in die verhuistruck zit. En dan hoor je dit liedje. Ik vond het zo vet, ook omdat dit was zeg maar mijn eerste... Het eerste wat je hoorde aan nieuwe muziek of aan gerefreshed muziek. Dat ik echt dacht van, oh, dit is echt heel vet. Dus daarom staat deze op nummer 3. Op nummer 2 staat Little Root Town. Jullie herkennen dit liedje natuurlijk wel. Ik heb de geremixte versie in onze intro gestopt. Dus jullie zullen wel een gedeelte van herkennen. Dit is namelijk altijd mijn lievelingsliedje geweest. Tot heden. Tot voor kort. Want ik heb nu een nieuwe favoriete. En die staat ook op nummer 1 in deze lijst. Dus als jullie daarna benieuwd zijn, blijf dan nog maar even hangen. En op nummer 1 staat The Boat Cruise. Hoe kan je dit nou geen vet liedje vinden? Dit is zo vet, zo happy. Ik word heel erg blij als ik hier altijd naar luister. Hij is al vetter geworden van de oude games tot de nieuwe games. En ik hoorde pas dat het is dat je na de vijfde gym niet eens meer met die boot kan. Dus dat is wel heel erg gemist. Ik vind dit liedje een liedje dat we echt moeten koesteren. Ik vind dit het leukste liedje. Ik denk van... Alle liedjes, zoals ik al zei, het was moeilijk voor mij hier een top 10 uit te kiezen. Omdat alle hoge liedjes gewoon heel vet zijn. Maar dit zijn ze dus geworden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. En ik zie jullie graag de volgende keer weer bij de Sinnoh Soundtracks. Adios amigos.